ja, als ik naar mijn werk moet, dan ja, ellende gaan beginnen. Als vervelend, want de mensen gaan nu allemaal over het eiland. Op dit moment heb ik er geen last van, want ik ga er nu niet overheen. Je zal het misschien wel gemerkt hebben, maar vanaf afgelopen 9 juni tot 4 augustus is de Haringvlietbrug afgesloten. Wij van Voorne-Putten Spreekt vragen de voorbijgangers in zowel Brielle als Hellevoetsluis hoe ze dit ervaren. Ja, ik vind het op zich niet zo heel erg, omdat ik niet die kanten op hoef. We hebben het alleen wel dat er meer drukte is richting Zeeland. Hier heb je natuurlijk de Haringvlietdam en daar is wat meer drukte. En volgende week, of over 2 weken, wordt het helemaal een ramp. Want dan heb je en de sluiting van de Haringvlietbrug en Concert at Sea. Nou, dan wil je hier niet zijn. Dat is, maar verder heb ik er weinig hinder van. Daar hebben we geen last van. De Haringvliet Sluizen, dat is bij de Heinenoord. Nee, daar hebben we geen last van. Dus we gaan gewoon vrolijk de zomer in. Ja. Nee, ik ben een thuisvrouw, dus ik heb daar helemaal geen gevoel bij. Nee, nee, en mijn man die gaat Rotterdam kant op, dus daar heb ik ook niks van gehoord. Dus nee, ik merk er niks van. Dus als je naar je werk moet, is het wel een wat natuurlijk. Ja, dus, maar dat hoeven we niet meer. Ik heb geen rijbewijs, ik heb geen auto, dus ik heb daar helemaal geen last van. Maar ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben. Dus ja, het is voor heel veel mensen een verschrikking. Ja, want ik moet naar de Shell Penist. Dus ik zit 's morgens op de N57 wel met file. Nu viel het vanmorgen mee, dat moet ik wel zeggen. Maar ik weet niet hoe het de rest van die week gaat worden. Dus het is wel lastig, ja. En ik ben nu net thuis, dus viel het ook mee. Maar geen idee wat het nog brengt. Ja, dat is Haringvliet echt te druk hoor. Ja, ik vind het ook leuk, dezelfde tijd. Dus heel mooi. Daar heb ik helemaal geen last van. Ik kom daar niet. Die kant kom ik eigenlijk haast nooit op. En zou ik daar op vakantie zijn, dan had het misschien wel even lastig geweest. Maar ja, dan rij je even om. Ik heb het zelf nog niet ervaren. Ik kom wel eens in Ouddorp, maar ik vind niet dat het tot nu toe is me nog niet opgevallen, laat ik het zo zeggen. Nee, niet meer. Ik kom er niet meer. In het begin wel, want ik ben vrachtwagenchauffeur geweest, ben net met pensioen. Maar dat was inderdaad knap vervelend. Ik ben met pensioen, dus ik heb er helemaal geen last meer van. Dus vroeger wel, maar nu niet meer. Dus ik verwacht ja, misschien wel wat extra drukte, maar dat heeft niet veel invloed op mijn ja, rijgedrag of wat dan ook. Die erdoor gedupeerd raken is het natuurlijk best wel heel vervelend. Ja, woon-werkverkeer, zeg het maar. Ik heb een dochter die werkt in Middelharnes. Die zou daar wel eens last van kunnen gaan krijgen natuurlijk. Of die... Ik persoonlijk niet, nee. Ons personeel wel. Dat duurt een beetje lang allemaal hè, in de rij staan. Ja, nee, niet zo vaak, maar ik heb de 2e keer daar geweest. Het was een klein beetje druk, niet echt. Dat is normaal, dat is zomaar. En alle mensen buiten, met kinderen, met de vrouwen. Een beetje gezellig. Ja, door de zomer alles druk daar. Maar ik denk, dat is normaal hoor. Overal druk. Want ik hoef die kant niet op. Dus ik heb er helemaal geen last van. Nee, nee. Nee, zij ook niet. Alle komen allemaal van de andere richting, hè? Ja, nee. Nou, prima. Als vervelend, want de mensen gaan nu allemaal over het eiland, zeg maar. Via deze kant is het dus heel erg druk. Dus vervelend vooral. Dat, ja. Op dit moment heb ik er geen last van, want ik ga er nu niet overheen. Maar gaan we natuurlijk over de N57. Dus dat valt er wel mee. Maar ik heb wel de berichten gelezen. Ja, dat klopt inderdaad. Maar het lijkt me niet meer handig dat je helemaal moet omrijden. Daar ben ik het niet mee eens. Dan moeten ze beter communiceren met elkaar. Het is geen optie eigenlijk dat die dicht is. Hadden ze eigenlijk in de winter moeten doen. Niet in het zomerseizoen. Dat alle campinggasten er ook heen moeten. Het is vrij lastig. Het moet nog 8 weken, hè? Ja. Dus, maar vanochtend viel het mee. Ik hoop dat het zo blijft, maar dat verwacht ik niet. Dus heel veel mensen op mijn werk hebben er ook last van. Die moeten uit Zeeland komen, dus ja. Dus daar zijn ze niet blij mee. Maar wat doe je eraan? Niks, moet gebeuren. En straks gaat de Heinenoord ook, dus het gaat goed. 4 augustus, ja. Ja, ja, ja. Dus dat is nog een hele lange tijd. En dat is net eigenlijk de tijd dat de vakantieperiodes aanbreken. Dus de mensen die woon-werkverkeer tot die tijd behoorlijk gedupeerd. Laat ik het zo zeggen, ja.